Hoofdstuk 19 Het Proces. Twee weken later was Willem teruggekeerd naar Konkelberg en zat hij met Johan in café de eenhoorn achter een goed glas. Wat zit jij nou ineens moeilijk te kijken? vroeg Willem. Ach, weet je, somberde Johan, ik loop toch net als jij al een tijdje mee in de journalistiek. En ik ben zo bang dat ook dit proces zo'n eindeloze soop zal worden, waar iedereen vooral druk op zoek zal wezen naar smoezen om zichzelf vrij te pleiten. Oh, ja. ja je bedoelt van eh, dit kan allemaal, maar wat krijg je allemaal wel niet over je heen als je je belasting een keer niet betaalt. Oh, heb je daar soms ervaring mee? grinnikte de Johan. Ja,. Een van die jongensboeken van me, dat liep boven verwachting goed. Nou, en dan heb je dus wat te vieren, nietwaar? En precies toen kwam er een belastingaanmaning. Door alle feesterij vanwege dat boek had ik die over het hoofd gezien, die aanmaning. En op zeker moment was het geduld van meneer Belasting op. Ik kreeg me toch een heibel en het eindigde voor de rechter. Boot heette die man, geloof ik. Ja. Boot. Uiteindelijk moest ik natuurlijk gewoon betalen. En nou meteen goed, het, het was natuurlijk ook mijn eigen schuld. Ik had gewoon die belasting meteen moeten betalen. Johan keek op zijn horloge. Ze Willem, het wordt laat, ik moet naar bed. Ja, je hebt gelijk. Als morgen die kermis begint, dan moeten we goed uitgeslapen op die perstribune zitten. De volgende morgen was de provisorisch ingerichte rechtszaal overvol. Het was vreemd om te zien dat op de plek waar in meer glorieuze dagen de burgemeester en de wethouders hadden gezeten, nu de rechtbank zich had geïnstalleerd. De hoofdbode nam het woord en opende de zitting door te vertellen hoe een en ander in zijn werk zou gaan. Toen hij de naam van de rechter noemde, keek Willem verrast op: Meester wij jij Boot. Herhaalde Niet verrast. Dat is die man. Welke man? Die rechter waar ik het gisteren over had, wat ik je vertelde. Met die belast. Ja! Maar. Oh, sst. Ze gaan de aanklacht voorlezen. Die aanklacht was een relaas van bijna een half uur, dat voornamelijk was opgebouwd rond synoniemen van het woord bedrog. Daarna werd de eerste verdachte binnengeleid, de hoofdambtenaar van de afdeling Financiën, Rietman. Even werd het rumoerig op de publieke tribune. Stilte, alstublieft, daarboven, maande Boot. Meneer Rietman, u heeft de aanklacht gehoord. Wat hebt u daarop te zeggen? Nou, het is waar. Dat hadden we al geconstateerd, ja. Maar ik zie hier in de stukken dat u geld vanaf gemeentelijke rekeningen aanvankelijk overboekte naar twee collega's. Eens even zien, dat was maart drie jaar geleden. En pas vanaf december vorig jaar ging er ook geld naar uw eigen rekening. Dat vind ik vreemd. Meestal pleegt iemand een diefstal ten behoeve van zichzelf. Maar in dit geval begaf u zich op het dievenpad voor twee anderen en pas later voor uzelf. Hoe zit dat in elkaar, meneer Rietman? Uh, nou, uh, het was zo makkelijk. En toen ik een keer bezig was, toen dacht ik dat, dat ik ook wel wat voor mezelf kon wegboeken. Uh, ja, het, het, het punt is, ik, uh, ik, ik werd gedwongen. Gedwongen? Zo? Uh, ja, uh, ja, uh, ziet u. Nou, ik zie nog niets. Uh, ja, nou, het, 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 het zit dus zo. Dat dus dat. Uh, ik, ik, ik had een slippertje gehad met een juffrouw van de typkamer. En die twee collega's die dreigden dat ze dat aan mevrouw zouden vertellen. Ah, chantage dus. En dat slippertje, werd u daar ook toe gedwongen? Eigen schuld, dikke bult, fluisterde Johan. Ja, en als dat slippertje een beetje verkeerd is uitgevallen. dan loopt die typiste nou ook met een dikke bult, grinnikte Willem. Terwijl Johan met enige moeite zijn gezicht in de plooi wist te houden ging Rietman verder. Nou, uh, ja, ja nou, nou u dat zo zegt, G gedwongen kun je het wel noemen, ja. Ik, ik stond toen wat zwak in mijn schoenen en die juffrouw had daar geen misbruik van mogen maken. Opnieuw werd het even onrustig op de publieke tribune. Boot stelde nog een paar vragen, die hakkelend door Rietman werden beantwoord, en daarna werden de twee ambtenaren voorgeleid die hem hadden afgeperst. Jack de Winter en Jos van Regel. Hun verhaal klopte met dat van Rietman. Meneer de Winter, zei Boot. U zit, of liever u zat, nu weliswaar hier in de Konkelbergse gemeenteraad. Maar oorspronkelijk bent u afkomstig uit de landelijke politiek, is het niet? Dat klopt ja, zei de Winter. En toen u, komend vanaf het Haagse plush, hier in Konkelberg begon. Was dat het eerste dat u constateerde? Een uh, bestuurscollega die zich te buiten ging aan een slippertje? Ik bedoel, uh, was meneer Rietman zo opvallend aan het slippen dat het u wel moest opvallen? Nee, nee, meneer Rietman deed het best wel discreet, maar uh, ik had er misschien een beetje meer oog voor. Ach, u had er wat meer oog voor? Ja. Ik was kort daarvoor uit de haagse politiek gestapt, omdat ik zelf een slippertje had gehad met mijn secretaresse. En eh, mijn partij die vond dat niet in overeenstemming met hun ideeën over het gezin als hoeksteen van de samenleving. En, eh, en toen ze in Konkelberg mensen zochten met ervaring, toen had u daar wel oren naar. Het leek me wel iets ja. Boot bladerde in zijn papieren. Van dat geld is niets meer over, hè, zie ik hier. Waar is dat gebleven? Dat, dat is opgegaan aan wat vastgoed, zei de winter. Vastgoed? Zo, wat voor vastgoed? Een villa, zei Van Regel. Een villa in Mozambique. De vorige eigenaar moest er op stel en sprong vanaf, geloof ik. Maar het fijne weet ik daar niet van, hoor. Toen om twaalf uur de zitting geschorst werd tot half twee, stootte Willem Johan aan. Loop even met me mee, Johan, ik wil even een praatje maken met die boot. Johan liep verwonderd achter hem aan en Willem riep: uh, Meneer Boot? Meneer Waterman, sprak Boot verbaasd. Om u te dienen, reageerde Willem vrolijk. Meneer Waterman, dat is lang geleden. U schrijft tegenwoordig voor het Landelijk Dagblad, is het niet? Ja, ik moet bekennen dat ik regelmatig die stukken van u lees, en ik heb er ook af en toe best plezier aan, omdat u er altijd wel de nodige humor in weet te projecteren. Maar goed, dat was ik al vanouds gewend van u natuurlijk. Nog Boot, nog Willem schenen enige aandacht voor Johan te hebben. Het doet me deugd om te constateren dat het goed met u gaat, zei Boot. U moet weten dat ik in dat tijd best een beetje met een dilemma zat omdat ik toch een oordeel uit moest spreken over u, precies de man die me in mijn kinderjaren zoveel plezier had verschaft. Maar ja, het leven zit nu eenmaal vol met harde noten, en die moeten rechtvaardig gekraakt worden. Oh, ik heb nooit enige rancune gevoeld, hoor, zei Willem opgeruimd. En daarbij, het was ook gewoon mijn eigen schuld natuurlijk, hè. Een brede glimlach gleed over Boots gezicht. Gelukkig maar, ik ben blij dat u er zo over denkt. Uh, nu we het toch over die jongensboeken van u hebben. Dat van die knalleffecten, dat was toch uw laatste boek in die serie, is het niet? Maar dat verhaal dat was toen nog niet uit, niet afgelopen. Als jongen van een jaar of twaalf vond ik dat toen heel vervelend. Er werd ook aan het eind een volgend deel aangekondigd: Gaat u dat nou nog een keer schrijven, meneer Waterman? He? Gaat u dat verhaal dan nou nog een keer afmaken? Of is dat. Uh, <laughs> is het uw zwanenzang geweest, zo gezegd? M'n zwanenzang, zei Willem pijnzend. Zwanenzang was het wel, min of meer, ja, wat mij betreft. Weet u, meneer Boot, er zongen wel allerlei zwanen. En in dit geval zong zo'n zwaan, vooral in het begin, best nog wel aardig. Al was het misschien niet helemaal zuiver, maar toch. Alleen, na verloop van tijd wordt zo'n beest schor... En juist de leukste noten, die haalt hij dan net niet meer. Begrijpt u wel? Hm, nou, het is dat de wet me niks in handen geeft om u nog te dwingen tot een boek, ik de boot. Maar ik begrijp dat u nu verslag doet van het Konkelbergproces. Dat klopt, ja, bevestigde Willem. Nou, dan weet ik het goed gemaakt. De die maakt iedere keer aan het eind van de dag het verslag op van de behandelde zaken. Ik zal hem opdracht geven om u daarvan iedere avond een kopie te sturen. Wat is uw e-mail? Willem noemde het. Uitstekend, dat gaat dan helemaal in orde komen. En als u me nu wilt excuseren. En na Willem en Johan een hand te hebben gegeven, liep hij weg richting restaurant. Kijk, dat is nou helemaal voor mekaar. liet Willem de verblufte Johan weten. Nou zijn we dus lekker niet meer verplicht om iedere dag in die muffe zaal te zitten omdat we alles keurig op een presenteerblaadje krijgen aangeboden. Prima geregeld, toch? Ze liepen het gemeentehuis uit. Wat was dat voor een boek waar die het over had? vroeg Johan. Mooi, ja, zei Willem vaag. Dat, dat, dat vertel ik je nou wel eens een keer of zo. Ik, uh, ik heb zin in een onverantwoorde hap uit de muur. Doe je mee? Ja, lekker, zei Johan. Maar hij bleef piekeren totdat ze de bedoelde muur hadden bereikt.